Hi, welkom bij Boerderij in Rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag ga ik mijn moestuin in de achtertuin een metamorfose geven met bramen en frambozen. Hier achter me heb ik eigenlijk al 4 jaar lang deze manier in mijn achtertuin. En ik heb altijd daar in die grote pot een pruimenboom gehad. En hier allemaal potten langs de schutting. En meestal heb ik tomaten in deze potten gekweekt. Maar elk jaar ben ik er eigenlijk niet helemaal tevreden mee. Want tomaten kunnen op zich prima in potten kweken. Wil je meer leren over hoe je tomaten buiten kan kweken? Ik heb daar een losse video over. Die zal ik voor jullie linken. Maar ik merk dat je in dit formaat potten, wat zou het zijn, 30 liter potten ongeveer, dat je vrij kleine tomaten krijgt. Zeker als je vleestomaten of romatomaten wil, dan worden ze gewoon niet zo groot. Als je toch heel graag in potten wil kweken, hou ik je absoluut niet tegen. Maar wat het beste dan zou doen in die potten zijn voornamelijk cherrytomaten. Maar je kan dus met wel vleestomaten erin kweken, maar dan blijven ze dus wat kleiner. Aangezien ik er niet tevreden mee ben elk jaar, zat ik er al over na te denken, wat wil ik dan in deze potten gaan kweken? En eigenlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik hier helemaal geen potten meer wil. Ik wil heel graag al deze potten hier weg hebben, want je ziet het steekt behoorlijk uit. En ik heb hier het rekje. Dit rekje is er om mijn lieftallige kippen buiten de moestuin te houden. En als ik dus hier aan het werk ben, heb ik gewoon niet zoveel ruimte om bijvoorbeeld de onkruid tussen de tegels weg te halen. Want dat is heel positief aan kippen. De rest van mijn tuin, die is dus voor de kippen om lekker los te scharrelen. Het hok staat altijd open en ze kunnen er zelf in en uit wanneer ze willen. En ik heb dus buiten hier nooit onkruid. Wel kippenpoep natuurlijk, maar geen onkruid. Maar hier achter het hek moet ik het dus altijd zelf een beetje onderhouden. En daar pas ik op mijn knietjes allemaal niet zo makkelijk tussen. Dus, ik heb een nieuw plan bedacht. Ik wilde die boom, de pruimenboom, die het eigenlijk dus niet zo goed doet in deze pot. Ik heb maar 1 jaar pruimen ervan gehad. En de andere 3 jaren deed hij het niet. Dus deze boom ga ik verplaatsen naar mijn moestuin verderop. Samen met de vijgenboom. Zodat die daar in de volle grond kan en hopelijk ons wat meer pruimen gaat geven dan dat hij hier doet. Dus dat betekent dat mijn boom daar al weg is. En vervolgens wil ik al deze bakken hier weghalen. En dan wil ik uit de grond een paar tegels halen. En dan gaan er dus langs de schutting wil ik een braam en een framboos groeien. Dan heb ik 2 soorten planten. Ik heb, eens even lezen. Ik heb een gele framboos en die heet de Fall Gold. En ik heb een doornloze braam en dat heet de Thornless Evergreen. Dus die gaan bij mij de grond in. En hierdoor komt het dus minder ver naar buiten, heb ik meer ruimte. En dan kunnen we waarschijnlijk dit hekje ook iets verplaatsen naar daar in de hoek. Want wat ik ook van plan ben met dit rekje, als we eenmaal hier allemaal bramen en frambozen langs de schutting hebben, dan zou ik ook alleen dat losse kleine plantje kunnen afzetten met kippengaas, zodat ze er niet bij kunnen komen. En dan kan ik het hek naar hier in de hoek plaatsen. Dat betekent dat dit hele gedeelte ook weer onkruidgebied kan worden door de kippen. Dus scheelt mij ook weer werk. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik hoop dat het goed gaat werken. Dus ik ga vandaag lekker aan de slag met alles verplaatsen en hopelijk de bramen in de grond zetten. En zo ziet mijn tuin er dus nu van tevoren uit. Je ziet het zit tussen erg vol achter het hekje. En ik wilde daar wat meer ruimte creëren en het hek verplaatsen. Waar ik nu het hek neer ga zetten, dat is eigenlijk waar ik hoop dat die mooi belandt. Dus laten we eens kijken hoe we aan de slag gaan. Bij de buren komt een hoop onkruid omhoog en het sneakt altijd onder onze poort door. Dus dat moet je altijd best wel goed in de gaten houden. Maar met dat hekje en alle spullen die daar altijd stonden was dat best lastig. En nu ik daar dus al die dingen weg heb gehaald, al die bakken en die oude stoel, is het voor mij veel makkelijker om het onkruid bij te houden. En nu moet ik het zelf doen. Maar omdat het dus nu ook vrij is voor de kippen als ik het hek verplaats, dan kunnen zij het voor mij onderhouden. Dat is wel echt
Ideaal, want dat bespaart mij een hoop werk. En zoals je ziet, de kippen zijn erg enthousiast over het optillen van alle tegels. Want elke keer als ik wat optilde, kwamen er natuurlijk beestjes tevoorschijn. Dus het was gelukkige dag voor filet. Hier dus het weghalen van alle spullen. Het gaf me meteen al extreem veel meer ruimte. En het zag er meteen al een stuk beter uit. En na het verwijderen van al het onkruid en alles even goed schoonvegen, moest ik even gaan kiezen welke tegels ik eruit ging halen. En er waren gelukkig op perfect mooie afstand van elkaar mooie halve tegeltjes, zodat ik maar een klein oppervlakte heb wat bloot ligt. Want hoe meer aarde je bloot hebt liggen, hoe meer kans op onkruid natuurlijk. Dus er waren mooi van die kleine halve tegeltjes waar perfect de bramen en de frambozenplant planten tussen pasten. Maar nu is alles mooi schoon. En dit was de tegel die ik had uitgekozen. Eerst dacht ik op deze manier, oh, dat trek ik er zo even uit. Maar ze waren toch veel dikker dan ik dacht dat ze waren. Maar daar had ik gelukkig een oplossing voor, of een andere manier. En dat was met een beitel en een hamer. En op die manier kon ik ze er vrij simpel uitliften. Duurde wel eventjes, je moet het voorzichtig doen natuurlijk. Maar het ging, zoals je ziet. Onder kwamen ook heel veel wortels naar boven van het onkruid van de buren. Ik heb eerst alles goed uitgegraven. En dit zijn de 3 gaten die ik gemaakt heb. Nadat ik het heb uitgegraven, gaan de bramen erin. Dit is tenminste een doornloze braam. En dan gooi ik er wat aarde bij. En later gooi ik er ook wat fruitcompost, of niet compost, voeding bij voor de fruitstruiken. Dit was was dit de framboos? Nee, dit was volgens mij eerst ook nog de braam. Dus eerst weer een gaatje graven. Dat zand heb ik trouwens in het kippenhok gedaan. Zo konden ze daar lekker in badderen. En hier het plantje erin en de aarde erbij. En wat stokjes om het plantje mooi overeind te houden. En dan was het een kwestie van mooie opruimen. Dus het zand ging nu het kippenhok in en de rest veegde ik allemaal netjes bij elkaar. Maar ik kan natuurlijk de planten niet zo laten, want de kippen zullen ze waarschijnlijk binnen de kortste keren aanvallen. Ze vonden het nu al erg interessant en zaten de hele tijd op mijn vingers te kijken wat ik aan het doen was. Dus ik moest er natuurlijk wel nog iets van kippengaas omheen doen. Ik had gemeten hoeveel ik ongeveer rondom nodig had. Je moet het een beetje ruim rekenen, want als het blad door je kippengaas heen gaat, eten de kippen het alsnog op. Dus ik had een beetje een ruime cirkel of een halve cirkel eromheen gerekend. En die deed ik vastmaken met ijzerdraad rondom de schutting, zodat ik hem ook omhoog kan schuiven als dat nodig is, als ik onkruid weg moet halen uit dat kleine plekje. Dus om mijn schutting heen deed ik een metaaldraadje en dat metaaldraadje zette ik vast aan het kippengaas. Oh, en ik dacht, misschien is dat handig om tegen te gaan dat de kippen het kunnen induwen, om toch nog bij het blad te komen, stak ik een stok ervoor, zodat ze het kippengaas niet al te ver in kunnen duwen om bij de plantjes te komen. En dit was het laatste. En overigens, ik heb wel echt gemerkt dat de kippen eigenlijk helemaal geen interesse hebben in die plantjes. Ze zijn vooral blij dat ze extra ruimte hebben om te lopen en nieuwe plekken hebben om te ontdekken rondom de beestjes en allemaal dat soort dingen. Maar ze zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in de braam- en frambozenstruiken. Dus dat is mooi. En zo zat ook om de laatste een mooi kooitje en dan moest ik ze maar even goed water geven. De bak aan de voorkant met die stenen eronder, ik merkte dat dat echt een plek was waar een hoop mierennesten en slakken en andere insecten verzamelden. En nou wil ik niet per definitie alle insecten elimineren uit mijn moestuin, want die heb je ook zeker nodig voor een gezond moestuinbestaan. Maar eerst doe ik hier
slaapplanten uit die bakken verplaatsen in andere bakken. Want ik ben van plan om die bakken weg te doen, aangezien het echt een broedplek is voor te veel insecten voor mijn kleine moestuin. En de stenen, die wilde ik daardoor ook verplaatsen naar een andere plek. Dus eerst gingen deze stenenbakken weg. Ik doe ze overigens niet weg, deze stenenbakken, want ik heb een groot idee voor een andere moestuin in mijn voortuin voor volgend jaar. En daar heb ik misschien die stenenbakken voor nodig. Dus ik bewaar ze voor volgend seizoen. En al deze bakstenen heb ik op een hoekje in mijn tuin geplaatst, want ik heb toch vaak weer een nieuw idee waarvoor ik misschien weer stenen nodig heb. En ook hier, toen ik alle stenen oppakte, er komen zoveel beestjes omhoog en zoveel mierennesten met eitjes en dat soort dingen. Dus de kippen waren erg blij om mij te helpen. Maar helaas moest ik uiteindelijk toch alles opvegen. Zo, en dit is nou weer wat ruimer. Ik heb geen bakstenen meer onder de pot gezet. Maar op deze manier kan ik veel makkelijker bij het onkruid. En kunnen insecten zich minder goed verstoppen. Dus nu is het tijd om het hek te verbouwen. En op deze plek. Dus ik heb het hek een beetje omgebogen. En dit was hoe het er dus eerst uit zag. Zoals je ziet staat allemaal onkruid tussen de tegels. Dat is hopelijk dus door de kippen nu weg te halen. En nu ziet het er zo uit. Veel ruimer. Het hek is verplaatst. Het is een ideale plek geworden nu. Dus ik ben er zelf erg blij mee. En zo, dit is de braam. En dit is de framboos. Heel erg bedankt voor het kijken. Dat was het alweer vandaag. Heb jij vragen over jouw moestuin? Stel ze dan gerust, want ik help heel erg graag. En ben je nu nieuwsgierig geworden naar hoe deze fruitstruiken het gaan doen bij mij in de achtertuin? Abonneer dan op mijn kanaal. Hier bij een boerderij in een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende!